Goedemiddag, u kijkt naar het Weerplaza Weerbericht van maandagmiddag 12 oktober 2015. Ons weer staat vandaag en morgen sterk onder invloed van, op een, door een hoogdrukgebied boven Scandinavië. Om dit hoge drukgebied heen wordt wat koelere en droge lucht onze kant op gevoerd. Waardoor het onder andere vandaag en morgen nog een groot deel van de dag droog is. Want pas morgen aan het eind van de avond en in de loop van de nacht naar woensdag dan volgt er vanuit het noordwesten wat regen. En dat kan allemaal door een bovenluchtstoring, welke op dit moment nog boven de Noordzee ligt. Als we dan gaan kijken naar de satellietanimatie, dan zien we dus de, dit hoogte laag boven de Noordzee liggen. Want als we dan deze satellietafbeelding in beweging zetten, dan zien we dat deze geleidelijk aan onze kant op komt. En dat betekent ook dat uiteindelijk in de nacht naar woensdag het Noordwesten te maken gaat krijgen met wat lichte regen en een aantal lichte buitjes. Als we dan gaan kijken naar bijvoorbeeld alleen vanavond, dan zien we dat er geregeld opklaringen zijn. Dat er ook heldere perioden zijn, maar ook een aantal wolkenvelden. In deze heldere periode koelt het heel erg snel af. En waar wat wolkenvelden zijn, gaat het wat langzamer. Maar de temperatuur ligt vanavond tussen de 4 en 6 graden. En bij de matige Noordoostenwind kan het dan wel eventjes fris aanvoelen. Aankomende nacht wordt het dan opnieuw een frisse nacht met op veel plaatsen vorst aan de grond. En ook zijn er wat brede opklaringen, met name in het zuiden van het land. En op deze plaatsen en ook in het oosten langs de oostgrens kan het zeer lokaal misschien wel tot vorst op neushoogte komen. Elders daalt de temperatuur naar ongeveer 1 tot 3 graden. Morgen overdag hebben we dan een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Maar op nadering van het laag neemt vanuit het noordwesten de bewolking wat toe en wordt ook wat dikker. En aan het eind van de avond gaat er dan uiteindelijk in het noordwesten ook wat regen vallen. En die regen die breidt zich geleidelijk aan over grote delen van het land uit in de nacht naar woensdag. Maar in het midden, en oosten en zuidoosten van het land lijkt het nog lange tijd droog te blijven. Als we dan gaan kijken naar de komende dagen, dan zien we dat de woensdag dus regen gaat komen. Dit is niet heel veel, maar wel kan het lange periode regenen. Met name in het noordwesten van het land. Ook landinwaarts blijft het niet helemaal droog. En zeker in de ochtend lijkt het zuidoosten nog kans te maken op wat regen of een enkel buitje. Hetzelfde geldt ook eigenlijk voor aankomende donderdag. Dan zijn er ook verspreid wat buien over het land te vinden. Dit zijn ook allemaal lichte buitjes en die duren niet heel erg lang. Het Noordwesten kan nog wel enige periode met regen gaan houden. En dan de middagtemperatuur opnieuw fris met dan 10 tot 12 graden. Als we dan gaan kijken naar vrijdag, dan zien we al langzaamaan wat weersverbetering. In eerste instantie kan er nog wat regen of een buitje vallen. Maar later in de dag, dan wordt het al snel wat droger en komt ook de zon wat vaker tevoorschijn. En dat is meteen een opmars naar iets beter weer in komend weekend. Want in komend weekend wordt het geleidelijk wat warmer, krijgen we de zon wat vaker te zien en is het ook vaker droog want dat zien we ook heel goed terug in de trend want in de trend is heel mooi te zien dat vanaf nu de richting komend weekend de temperatuur wat verder oploopt met dan lokaal misschien op zondag wel 13 of 14 graden. In de loop van volgende week blijft wel wat wisselvalligheid aanhouden, maar ook dan blijven we geregeld de zon nog zien. Wel daalt de temperatuur weer iets in richting komend weekend. Mijn naam is Wilfred Jansen van Weerplaza.